Een kweker in het Limburgse Bijnlo krijgt in de laatste tijd veel bezoekers op zijn erf. Hij heeft zich namelijk toegelegd op het kweken van kleine boomsoorten, die hij in de stijl van deze tijd mini-boompjes noemt. Er zijn zelfs vruchtbomen onder. De heer Vriends wil met zijn nieuwe producten tegemoetkomen aan de verlangens van vele grote stadsbewoners, en daaronder heden het bijzonder flatbewoners, naar een eigen tuintje. Voor die categorie bestaan er alleen maar mogelijkheden als de boompjes een handzaam formaat hebben en vooral houden. Zij kunnen nu de vaak frustrerende eentonigheid van hun omgeving iets wat doorbreken door al of niet in potten op de veranda bomen en heesters te plaatsen. Op deze wijze kunnen huisvrouwen bijvoorbeeld op de hoogste verdieping van een flatgebouw rust vinden bij een hobby die zelfs het loopje naar de groenteman overbodig kan maken. Er zijn al psychologen die deze vorm van tuinieren een uitstekend middel tegen de flatneurose noemen. Wat daar ook van zij, een feit is dat de miniboompjes, mits zij ruime aftrek vinden, het aanzien van zo'n moderne woonkazerne aanzienlijk kunnen opfleuren.